Op maandag 15 februari 2010 kreeg de brandweer van Bladel om 14 minuten over 2 een brandmelding bij Moeskops Grafische Afwerking op het industrieterrein aan de Raambrug in Bladel. Toen de brandweer ter plaatse kwam, was er duidelijk geen sprake meer van een brand. Na onderzoek van de brandweer bleek er een kortsluiting geweest te zijn in de afgesloten elektriciteitsruimte van het bedrijf, gevolgd door een enorme knal met veel rookontwikkeling. U ziet hier al duidelijk de zwart geblakerde muren bij het luchtrooster. In de elektriciteitsruimte was alles totaal vernield, waarbij zelfs de ijzeren deur verwrongen werd aangetroffen door medewerkers van het energiebedrijf. Zij waren opgeroepen om de hoogspanningsruimte te openen, om zo de schade te kunnen opnemen. Door deze kortsluiting zaten nog 14 andere Bladelse bedrijven ruim 50 minuten zonder stroom. Nadat deze bedrijven eerst weer werden aangesloten, werd daarna direct begonnen met de reparatie van de elektriciteitsruimte door de medewerkers van het elektriciteitsbedrijf en kon de brandweer weer terugkeren naar de kazerne. Duidelijk is wel dat Moeskops ontkomen is aan een kleine ramp als de constructie van de elektriciteitsruimte was bezweken aan de enorme krachten van de explosie in deze ruimte.